allemaal, welkom terug op mijn kanaal. Ik ben Marloes en vandaag is het weer tijd voor een Scrap met mij video. Deze video is gemaakt als een soort onderdeel van de Creative Summer Challenge die Esmee en ik op Instagram organiseren. En met die challenge hopen we dat ook in deze gekke zomer, eigenlijk een beetje door corona, waarbij je misschien niet op vakantie gaat of korter of in Nederland in plaats van naar het buitenland, toch elke dag even tijd voor jezelf hebt om even lekker creatief bezig te zijn en vooral ook inspiratie op te doen. De prompt van vandaag is roadtrip. En zoals je net al kon zien, ik heb een super leuke wood veneer met roadtrip erop. En ik wilde heel graag deze wood veneer weer gebruiken in een flipbook pagina. Deze flipbook is een 6x8 flipbook van Simple Stories. En ik gebruik daarin ook de Summer Farmhouse Kit van Simple Stories. En hierin ga ik mijn hele zomer documenteren. Dus mijn eerste Scrap met mij video was ook in dit album. En mijn tweede geloof ik ook. En na deze ook weer. En het leek me heel erg leuk om het wood veneer woordje eigenlijk te gebruiken als een soort titel. Dan aan de rechterkant met de Love This wilde ik graag een plek hebben voor een foto. Waarschijnlijk hebben we niet heel veel foto's. Dus ik heb ruimte gemaakt voor één. Bijvoorbeeld een leuke plekje of een mooie stop die we hebben gemaakt bijvoorbeeld. Mocht ik wel veel meer foto's hebben, kan ik natuurlijk ook nog de achterkant van mijn insert gebruiken. Deze Page Protectors heeft 4 vakjes voor 3x4 kaartjes of foto's. En die achterkant kan ik daar eventueel ook nog voor gebruiken. Hier zie je dat ik aan de slag ga met het versieren van het kaartje wat ik rechts onderin gepland heb. Dit kaartje heeft een superleuke quote en ik hoop daar toch nog wel wat decoratie op kwijt te kunnen. Dus ik heb daar nu 2 stripjes washi tape op gedaan en ik geloof een bloemensticker. Ja, een blauwe bloemensticker. En dan met het leuke woordje Thunder op brengt het toch iets meer ook kleur terug in het kaartje. Want anders is het kaartje wel erg blauw. En dit kaartje links onderin wil ik graag gebruiken voor een journal kaartje. Dus hier kan ik dan bijvoorbeeld opschrijven waar we heen zijn geweest. Of wat leuke plekjes zijn waar we vaak heen rijden om als we even met de auto weggaan. En ook hier wilde ik nog even wat decoratie toevoegen. En ik zag dit picknick, een soort picknickmandje bij de chipboard pieces. Dus dat zijn de wat dikkere stickers als het ware. En ik dacht dat ik die wel leuk daar kon gebruiken. Want wie weet gaan we nog een keertje picknicken als we met de auto weg zijn. Ik gebruik ook nog wat woordstripjes. Dit vind ik altijd erg leuk en makkelijk te gebruiken omdat die vrij smal zijn. Maar wel lang, dus je kan daar makkelijk ruimte mee opvullen. En omdat de chipboard iets dikker is, moest ik dus een beetje craft foam gebruiken. Dat is wat je nu ziet. En eigenlijk is dat gewoon het materiaal wat je vroeger in veel 3D stickers zat. Dus eigenlijk gewoon foam. Maar dat gebruik ik dan voor dit soort dingetjes. Nou, ik voeg nog een rood woordstripje toe. Of toch niet? Ik was volgens mij nog op zoek naar een kaartje, maar ik wilde niet geel gebruiken, want die rand is natuurlijk geel. Maar ik geloof dat ik het rode woord niet zo passend vond. En ik voeg dus ook nog een licht woordje toe. Deze asterixjes zitten bij het alfabet in. En ik wilde eigenlijk nog een soort klein accent dat je echt het hoekje helemaal vult. Dus daarvoor kon ik rechtsbovenin nog wel wat stickertjes gebruiken. En daar heb ik dus die asterixjes die in het denim kleur zijn voor gepakt. En ik ben nog even op zoek gegaan naar een achtergrondpapiertje waar straks de foto op komt. Het witte papiertje wat je ziet, dat wordt dan dus de foto. En dit papiertje wat je ziet, dit wordt dan eigenlijk de mat voor de foto. En ik heb gekozen voor geel om het kaartje links onderin, daar zit ook geel in. En dan kan ik dat kleur weer iets beter terug laten komen rechtsbovenin. En dan kan de foto daar straks mooi op. Dit komt ook omdat het kaartje wat er eenmaal achter zit, dus het 3x4 kaartje, dat is eigenlijk een best wel heel licht kaartje. Dus normaal zou ik misschien niet per se de foto matten, maar in dit geval vond ik dat wel het mooist. Ik denk dat ik nog wat stickertjes ga toevoegen, maar ik weet het niet zeker. En omdat die foto er natuurlijk straks nog achter komt, heb ik vaak de neiging om op de page protector te decoreren. Het laatste wat ik nog even doe is de wood veneer opplakken en dat was deze pagina alweer. Ik hoop dat je het leuk vindt. Mocht je meer van mij willen zien, ga dan zeker even naar mijn Instagram pagina. Elke dinsdag en vrijdag upload ik een nieuwe video, dus als je daarvan op de hoogte wil blijven, abonneer je dan even. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Tot!